Dames en heren, allemaal zeer welkom deze avond. Fijn dat u er bent. Op de avond van 3 juni is in het dorpshuis van Wezep de terugkombijeenkomst gehouden van de studiereis naar Boekel en Peel en Maas. Er werd teruggeblikt op alles wat er die dag gebeurd was en op de lessen die de deelnemers hadden meegekregen. Maar u hebt ons 200 lessen meegekregen. Die hebben wij proberen te ordenen achteraf. En we zitten lessen in, die te maken hebben met de rol van de burger. In de bus waren er ook enkele opdrachten gemaakt en de uitkomsten van deze discussies werden ook besproken. Daarna werd in 5 verschillende groepen gediscussieerd over 5 uitgekozen onderwerpen. Namelijk de voorbereiding, de kanteling, de rol van de burgers, de rol van de professionele organisaties en de theorie. Ik heb er een aantal meer hoor. U was mee geweest met de busreis. Hoe hebben ze mensen geactiveerd? Nou, vorige week hebben we nog met elkaar gaan praten over hoeveel mensen waren hier op die avond. Ik heb hem zelf een oproepen. Hoe krijg je de mensen erbij? Dat hebben ze daar gedaan. Ze hebben gezegd van, ze zijn gewoon de mensen thuis toe gegaan. En ze hebben op een gegeven moment zelfs dorpsgesprekken gevoerd. Daar hebben ze 150 mensen voor uitgenodigd. En niet van, nou weet je wat, ik gooi een briefje door de bus heen. Nee, ik kom bij jou thuis. Oh, hey, ik luister. Ik kom bij jou. Ja, we laten bij de laatste presentatie. Ja, een burger voor de hele wijk gericht. Nou ja, dat kan heel breed zijn, hè. Dat kan misschien een gemeenschap. Waar zou die ook niet graag zien? Ja, dat we dat hier ook kunnen toepassen. Hoe zie je dat als speeltuinvereniging voor je? Voor mij de laatste keer een sessie gehad die ook hier in dit dorpshuis gevallen. Waarin werd gezegd van, beste mensen, we willen nog wel door met de speeltuinen. Maar wij kunnen het allemaal niet meer onderhouden. We kunnen het allemaal niet meer betalen en noem maar op. Hoe zie je daar je? Aan het einde moesten er door de groepen 3 adviezen worden geformuleerd per onderwerp. We hebben in plaats van 3 adviezen hebben wij er 7 opgeschreven. Maar om het natuurlijk weer even kort te maken, hebben we er weer 3 als prio uitgehaald. De belangrijkste, elkaar kennen. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk. En het wijkgevoel in de ruimte aan elkaar geven. Betrek ondernemers was onze advies 1. Als het gaat over burgerinitiatieven waarin je als professionele organisatie faciliteert. Betrek ondernemers. Nummer 1 als advies. Wat meer moet gebeuren, dat is de inwoners informeren. Inwoners hebben behoefte aan informatie en de informatie komt niet altijd naar de mensen toe. Begin klein en zorg dat dat een olievlek wordt eigenlijk. Eigenaarschap is een belangrijke. En differentieer. Dus kijk naar inderdaad verschillende kernen in wijken, in dorpen. En laat daar ruimte voor tempo, voor mensen, voor... Verder hebben we gezegd dat het heel erg belangrijk is dat voordat je ermee begint er in ieder geval goed wordt gekeken naar bureaucratie in de regels. En vertrouwen is, er zal heel weinig zin hebben om ook iets voor de ander te doen. Als je elkaar kent, dan komen die dingen vanzelf. Dus dat als je dit wil gaan doen, je mensen moet informeren. En dat zou je kunnen doen door het visualiseren. Een stuk bewustwording van de burgers over wat komt er allemaal op hun af. En wat kan het leven meer bieden als tot nu toe een overheid die alles voor je regelt. Maar dat het leven en het samenleven gewoon veel meer kan bieden als je dingen zelf oppakt en in relatie met elkaar oppakt. De gemeente is bezig met het opzetten van een groep buiten het gemeentehuis die mee kan gaan discussiëren over de politiek in de gemeente Oldebroek. De adviezen worden meegegeven aan deze groep. Berend Oosterhuis, ja. Straathoekwerker in de gemeente Oldebroek. Je bent ook meegeweest volgens mij naar Boekel en Peel en Maas. Wat is jouw mening, en als je deze terugkomt avond zo ook hoort, over beide bijeenkomsten?
Ik vind het heel mooi om te zien dat er een kanteling komt in overheidsdenken. Ik denk dat we veel meer moeten laten bij de mensen waar het eigenlijk al ligt. Hè. Dan gaat het bijvoorbeeld over verantwoordelijkheid. En dat proberen wij zelf ook al te doen in ons werk. Dat we heel veel naar we zoeken de mensen op. Dus we gaan niet achter een bureau zitten wachten tot mensen naar ons toe komen met vragen. Maar we zoeken de mensen zelf op. Initiatieven die bij burgers nu al liggen. En bijvoorbeeld Stichting Present, hè, die in groepen mensen projectmatig helpen. En ja, ik word er wel heel warm van. Ik vind het heel tof om te zien dat wat gesteld is in Boekel. En daar geloof ik ook weer in, dat de dynamiek van de samenleving is sterker dan regelgeving. En als de overheid durft loslaten, en wij als professionals durven loslaten, dan zou het me niet verbazen als ze nog heel verbaasd kunnen zijn over wat er dan op gang komt. Jennifer Zoonbelt die noemde in het filmpje lef en de burger of de gemeente die moet loslaten. Aan de andere kant wordt ook gezegd dat de gemeente of de burgers de vrijheid die ze krijgen, dat ze die in redelijkheid ook gebruiken. Zie je dat ook zo met jouw ervaring in straathoekwerk? Dat is een goede vraag. Daar moet ik even over nadenken. Of misbruikt de jeugd bijvoorbeeld de vrijheid die ze al krijgen? Nee, we hebben onlangs bijvoorbeeld een initiatief gehad met jongeren. Die zelf, dat is al een tijdje geleden alweer, maar die zelf hebben meegeholpen een eigen hangplek op te ruimen. Er was gewoon de zooi, er waren klachten over en dan wordt het bed ook opgeruimd. Dat vind ik heel tof om te zien. Ook zijn bijvoorbeeld ouders betrokken geweest bij het openhouden van het jongerencentrum. Een bepaalde doelgroep, dat heeft een tijdje niet zo gelopen. En er is een periode geweest waarin ouders heel trouw betrokken waren. En altijd waren er één of twee ouders aanwezig in het jongerencentrum bij hun eigen jongeren. En zo zie je dat die betrokkenheid, dat het wel bestaat. Gaat niet helemaal foutloos of zo, maar het is een proces en dat gaan we met fouten en vallen en opstaan samen wel doorkomen, denk ik. Nu heeft de jeugd de toekomst, althans, zo wordt altijd gezegd. Ja. En de gemeenschapszin die is er bij de ouderen ook al niet zo heel erg. Althans, dat wordt wel ook gezegd hier in de gemeente. Zie je dat dan ook goed gaan komen? Zie ik het goed komen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het gaat niet vanzelf. Het is niet van we sturen een brief en morgen is iedereen in één keer één hechte gemeenschap. Ik denk dat het een proces is dat tijd nodig heeft. En de nieuwe generatie, de jongeren van nu, die dus de toekomst zijn, hè, jongeren zijn de toekomst, ze zullen wel moeten. En ik ook, misschien dan wel in Zwolle, maar we zullen wel moeten, want de omstandigheden veranderen gewoon. En ik denk dat de huidige generatie wel flexibel genoeg is en genoeg besef heeft van de omstandigheden om daarop in te spelen en te zeggen van nou, dan moeten we het dan maar samen doen. Maar ik denk dat het wel goed komt. De vervolgstappen die zijn aangekondigd, ze willen volgens mij al vrij snel ook resultaat laten zien. In het najaar al wat concretiseringen. Is dat volgens jou ook concreet genoeg of had je liever anders gezien dat zij door zouden gaan en dit bij de kop zouden pakken? Nou ja, het is mooi natuurlijk om snel verandering neer te zetten. Maar ik denk dat het lastig is om op beleidsmatig niveau in een hele korte tijd een verandering in één keer door te drukken. Dus ik kan me voorstellen dat de gemeente, zeker aan het begin van zo'n transitie, in het begin heel erg de tijd neemt om een andere setting, een andere vorm van regelgeving te ontwikkelen. En ik denk dat het wel gezond is dat de eerste stappen wat langzaam gaan. En als we op gang komen, zou mijn inschatting zijn, dan als die kanteling één keer op gang gezet is, dan komt het momentum wel en dan moeten ze wel door. Al is het maar onder druk van financiële redenen, maar die kanteling die komt er wel. We gaan het meemaken. Hartstikke dank voor je interview en veel succes ook met je straathoekwerk. Ja, dankjewel. Fijne avond. Henk Wim, Witteveen van de Oranje Vereniging Hattemerbroek. Ja. Ook meegeweest met de reis naar Boekel en Peel en Maas. En nu op de terugkomstavond, wat is je mening over beide evenementen? Wat is mijn mening bij de... ik vond de eerste dag, de busreis, heel openend. Omdat Boekel heel duidelijk aangegeven werd van hoe men openheid kan bieden. En hoe ver een overheid zich terug kan trekken. En ook het tweede dorp waar we waren, Koningslust. Hoe men uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt binnen een dorp heel sterk binnen de gemeenschap neer kan leggen. En hoe daar een hele mooie samenwerking ontstaan is tussen de gemeenschap, het dorp enerzijds en de gemeente
Peel en Maas anderzijds. En kunnen zulke initiatieven ook in de gemeente Oldebroek plaatsvinden? Jazeker. Ja. Hoe? Nou, we hebben hier net aan tafel over zitten praten. Ik denk dat het belangrijk is om aan te sluiten bij initiatieven die er al zijn. Energie die er al is. Bijvoorbeeld er zijn, weet ik, dat er mensen bezig zijn met speeltuinen, kleine speeltuintjes in de dorpen. Zit ook in je eigen vereniging, van de Oranje Vereniging? Hoe bedoel je? Dat daar initiatieven in zitten die je dus weer verder kunt... De ideeën die je opgedaan hebt in Boekel of Peel en Maas, dat je die mee kunt nemen in de eigen vereniging. Ja, nou niet gelijk heel specifiek dat ik het creëer, maar ik denk wel dat er mogelijkheden zijn. Wat mij erin aanspreekt is wat wij als Oranje Vereniging graag willen, is de gemeenschap in beweging krijgen, maar ook een sfeer in het dorp. Dat is waar we het voor doen. En de gemeenschapszin die je daarin kunt krijgen. In het verleden was het zo dat in Hartumerbroek was Oranjefeest, was een dorpsfeest. Ik denk zoals het nu in Oosterwolde nog beleefd wordt. Door allerlei verschillende dingen is dat niet meer zo. En zou het mooi zijn als we dat weer terug kunnen brengen in de gemeenschap. En ik denk dat daarvoor zeker dit soort initiatieven kunnen bijdragen. Ja. Nou sprak Jennifer Zoonbelt in het eerste filmpje en het interview van 24 mei over lef wat de bestuurders zouden moeten hebben. En meer risico's moeten nemen. Geldt dat ook voor de gemeente Oldebroek, jouw zinziens? Ja, dit gaat niet zonder lef van de bestuurders. En dat hebben ze volgens mij. Want ze hebben het initiatief genomen en als ik kijk in het initiatief en de gesprekken die er zijn, dan toont men het lef om los te laten. Regie loslaten, overlaten aan anderen waarvan ze eerst denken dat het geen professionals zijn. En wat dat betreft is misschien wel mooi. Volgens mij was dat in de laatste gemeente waren Peel en Maas, dat ze zeiden van de burgers zijn ook professionals over hun eigen gemeenschap. Dat is ook zo? Ja, dat denk ik ook. Gaat het goed komen als je de burgers meer vrijheid geeft? Bijvoorbeeld in Hattemerbroek de vrijheid geven, zoals het werd gezegd, dat ze dan ook de vrijheid in redelijkheid nemen en dat het niet gaat escaleren? Ja hoor. Ben je van overtuigd? Ja. En hoe zie je het nou voor je dat het verder gaat hier in de gemeente? Hè? We hebben nu een studiereis gehad naar Boekel, Peel en Maas. Terugkomavond. Ja, en hoe zie je het nu voor je in het vervolg? Hoe ik het voor me zie is heel interessant, maar het is nog veel interessanter hoe de gemeente het gaat uitvoeren. Wat hoop je? Ik hoop dat de gemeente, daar waar er op dit moment nog initiatieven binnen de gemeenschap zijn, dat ze daarna gaan zoeken. Waar zijn mensen al actief met een onderwerp bezig? En waar kunnen we daar vervolgens die mensen gaan ondersteunen? En van daaruit meer mensen betrekken bij de samenleving. Heel simpel, ik weet dat in Hartumerbroek is een speeltuinvereniging. Als daar wat gebeuren moet, kunnen we in Hartumerbroek heel makkelijk stratenmakers krijgen. Het is een kwestie van de mensen weer benaderen en vervolgens gebeurt het. En er is ondertussen in die 15 jaar tijd in Hartumerbroek weer een prachtige speeltuin verrezen. Er was ooit een mooie speeltuin, hij ging naar beneden en hij is weer omhoog gekomen. En ik denk dat dat op veel meer gebieden mogelijk is in heel Oldebroek. Dus de moraal van het verhaal, er is nog steeds gemeenschapszin, alleen de gemeente die moet het ook opzoeken. Ik weet niet of de gemeente het ook moet zoeken, maar er is gemeenschapszin en mensen willen dat volgens mij uiteindelijk ook wat tot ontwikkeling brengen. Hartelijk dank voor je interview en nog een fijne avond verder. Graag gedaan. Marten Muller van de gemeente Oldebroek. Volgens mij ook initiatiefnemer of organisator van Oldebroek voor elkaar en dit programma. Hoe is het allemaal verlopen, deze twee bijeenkomsten? Nou, wat mij betreft heel erg geslaagd. Wat mij opvalt is dat zodra mensen bij elkaar zijn, dat de gesprekken spontaan op gang komen. En dat het heel vlot loopt en dat mensen elkaar weten te vinden in de gesprekken. Dat was en in de busreis was dat zo. En ook hier vanavond. Is het ook zo wat werd verwacht dat het uitgekomen is? Of is het meer dan verwacht of misschien toch minder dan verwacht? Wat mij betreft eigenlijk meer dan verwacht. Want we gingen die reis organiseren, een studiereis. Nou, je moet toch maar helemaal afwachten of dat mensen aanspreekt. Hè? Studiereis, dat klinkt misschien wat zwaar. Hè? Maar, en dat mensen daar een dag aan kunnen besteden om dan mee te gaan. Hè? Dus het was echt wel afwachten. En als ik naar vanavond kijk ook, we hadden hier weer 50 mensen bij elkaar. Ja, en aan het eind hè, gevraagd wie wilde verder meedenken. Nou, de briefjes stromen binnen. Dus wat mij betreft boven verwachting hoor. En wat houdt dat meedenken precies in? Ik hoorde de burgemeester zeggen we kunnen nog een meedenkavond verwachten. Of misschien wel een meedenkgroepje. Wat wordt er precies van de mensen die zich hebben opgegeven straks verwacht?
Nou, nu in eerste instantie met ons mee te denken over hoe moet je nou zo'n proces van Oldebroek voor elkaar, hoe kan je dat nou vormgeven in de komende tijd? En moet je daar ook een overlegvorm voor afspreken samen? Maar wat moet dat dan voor overlegvorm zijn? Noem je dat een overleggroep of een platform? Of zijn er andere manieren waarop we samen contact kunnen hebben? En de bedoeling daarvan is dat we het als gemeente niet allemaal zelf gaan verzinnen. Want dan wordt het weer echt een proces wat vanuit de gemeente gestuurd wordt. Wordt het dan een adviesgroep wat de gemeente raadt of misschien het college gaat adviseren? Of waar gaat de groep met hun bevindingen, adviezen naartoe? Dat is nog niet helemaal duidelijk, want dat willen we eigenlijk samen met die mensen die willen meedenken, gaan bedenken van hoe kun je dat nou het beste vormgeven. Een adviescommissie is weer zo'n formeel iets. Hè? En eigenlijk gaat het erom om samen dingen te bedenken, hè? Hoe het in de komende tijd zou kunnen gaan lopen. En hoe we dat samen gaan doen. Hoe we bijvoorbeeld samen gemeenschapsdenken, hè? Activiteiten in de dorpen, hoe we dat allemaal kunnen stimuleren. Dat is natuurlijk een mooie gedachte, helemaal om te ondersteunen. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel te maken met de bestuursrechtelijke regels, college, raad, die er ook wat van moeten vinden. Dus er zal toch iets draagvlak moeten worden gecreëerd, denk ik, om zulke dingen mee te nemen. Want het kan niet zomaar klakkeloos worden overgenomen door de gemeente. Nee, dat is niet altijd zo. Maar kijk, hier ligt voor ons allemaal een rol om anders te gaan denken en daarmee om te gaan. En die ligt bijvoorbeeld ook voor de raad en voor het college. Hè? Van waar beslist de raad wel zelf over en welke ruimte wil ze aan inwoners en organisaties laten. Maar dat moet allemaal in dit proces duidelijk worden. Daar moet ook duidelijk ontstaan van hoeveel ruimte kan daar zijn. En dus daar moeten we samen over in gesprek. Dus het wordt een uitdaging voor de gemeente, voor burgers, eigenlijk voor de hele Oldebroekse samenleving. Ja, eigenlijk voor ons allemaal. Inderdaad voor ons als organisatie net zo hard. Want we moeten echt anders gaan denken en anders gaan werken. Het is een hele uitdaging. En wat u zegt, voor al die verschillende partijen is dat zo. Het is samen een ontdekkingsreis, hè, noemen we het ook. We blijven het als lokale media ook volgen. In ieder geval heel erg bedankt voor deze twee bijeenkomsten. En heel veel succes ook gewend in de toekomst met het verdere proces. Bedankt. En jullie ook bedankt voor de belangstelling en de inzet. Bedankt.